vertellen. Ik wil eerst even uitnodigen de CDK junior van Cardo Dance. Graag even naar boven. En natuurlijk een fantastisch applaus. Kom verder. En ik ga het niet zelf vertellen, ik ga gewoon proberen of zij het zelf kunnen vertellen wat ze afgelopen week mee hebben gemaakt. Het is niet hun eerste kunstje, ze hebben het al eens geflikt in mei in Duitsland in Kalkar. Dit jaar zijn ze naar Glasgow geweest in Schotland en daar hebben ze een fantastische prijs gehaald. Ja, je ziet hem hier voorbij komen, ik ga gewoon even vragen. En wie wil mij dan, ja ik begin hier gewoon vooraan. Ja, jij staat naast mij. Vertel. Nou, wij zijn dus een wedstrijdteam. Wij heten de CDK Junior. En eerst hebben wij het EK gewonnen in Kalkar, dus in Duitsland. En toen mochten wij het WK doen in Glasgow. En daar zijn we ook eerste geworden. Dames en heren, beste mensen uit Veldhoven. Hier staat de kersverse wereldkampioen hip-hop vanuit Schotland, Glasgow. Gefeliciteerd. Nu mag ik namens de gemeente Veldhoven jullie een onderscheiding aanbieden. En dat is een onderscheiding in de vorm van een oorkonde. En die oorkonde bestaat nog niet zo lang. En dat is, ja, hoe kan het ook anders? En we zijn er ook heel erg trots op. Veldhovens trots. Aan wie mag ik hem overhandigen? Aan de grootste van stel. Maak hem maar open en kijk even. Laat hem zien aan het publiek. En ik hoop dat hij een geweldig, prachtig plekje krijgt bij jullie. Dames en heren, hier staat de groep Cardo Dance Department CDK. Waar staat de K voor? Kingdom. Kingdom. Oké, nou dat past precies bij Glasgow. Dames en heren, gefeliciteerd. Jullie krijgen nog een bloemetje aangeboden. Jullie hebben nou gewonnen, dat voelt vast goed. Ja, dat voelt echt super goed. Het is echt, het was zo leuk, echt. Ja, het was echt heel leuk. Het is vast niet makkelijk om die weg te wandelen. Nee, er waren zoveel goede teams en we zaten in een hele hoge categorie, dus ja, het was wel echt heel moeilijk, maar het was wel, ja. Wat heb je nou allemaal te doen om deze prijs te krijgen? Hoe vaak oefenen jullie en hoe lang? Je traint, we hebben één hele dag echt getraind, omdat iedereen natuurlijk op vakantie was geweest. En dat was vlak voordat wij dus naar het WK gingen. Dus we hebben toen een hele dag getraind en nog een halve dag getraind. En daarna, ja, iedere keer momenten dat je daar op de locatie traint. Soms 2 uur, soms 3 uur, soms een uurtje. En toen we niet door waren naar de finales, toen hebben we voor de semifinals tot 2 uur 's nachts doorgetraind om de show, zeg maar, aan te passen en helemaal goed te krijgen om door te kunnen gaan naar de finales. The show must go on. Ja, precies. En het is gelukt. Ja, dat zeker. Jullie zijn met z'n allen naar één groot feestje in Glasgow gegaan. Hoe is het om zo ver weg te reizen voor een wedstrijd? Het was niet heel ver weg vliegen, maar het was toch wel even in het buitenland. Ja, we hebben met z'n allen toch van de reis kunnen genieten om met z'n allen daarheen te gaan. En de reis liep succesvol en het ging goed. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen. Op het akkefietje met de beker na. Wat? Op het akkefietje met de beker na. Ja. Ja. Dan krijg je dus deze prachtige beker als wereldkampioen en dan kom je op het vliegveld. En dan zegt de vliegmaatschappij, we mogen hem niet meenemen. Want het mag niet mee aan boord. Want het is te gevaarlijk en het is te groot en het mag niet mee. Ik zei, ja, maar dat kan je niet maken, want ze zijn wereldkampioen. Die moet toch mee naar huis? Ja, mevrouw, dat zijn de regels. Dat gaat het niet worden. Dus je moet hem laten inchecken onder in het ruim. Maar ik zei, ja, dan gaat hij vast helemaal kapot. Nee, we gaan er heel goed op letten. We moesten hem laten wrappen, maar de wrappingmachine was buiten gebruik. Dus uiteindelijk moest hij in een papiertje mee in het ruim. En hebben daardoor heel veel vertraging opgelopen. Bijna onze vlucht gemist met alle kids. En uiteindelijk kwamen we op Schiphol aan en daar was onze beker verdwenen. En die kwam maar niet en die kwam maar niet. We hebben 1,5 uur op gewacht. En ze hadden eigenlijk een kampioensfeestje die avond. Dus ja, ze wilden heel graag die beker hebben, maar hij was verdwenen. Dus toen hebben we alles afgebeld en gemaild en gezocht om te kijken waar die dan was. En uiteindelijk, na 3 dagen, kwamen we erachter dat hij dus achter was gebleven op het vliegveld in Edinburgh. En dat iemand anders, die ook meedeed aan de wedstrijd, die heeft hem voor ons gered, want ze wilden hem eigenlijk al naar de vernieling doen. Hij kwam uiteindelijk toch terug in Nederland met deze mevrouw. Dan zijn we hem op gaan halen gisteren, om hem toch nog te kunnen hebben vandaag.
En toen is er iemand zo lief geweest om hem bij ons helemaal te repareren. En nu staat hij hier weer zoals hij hoort te zijn. Op het nippertje hier gebracht. Op het nippertje, precies op tijd is hij kant en klaar weer terug bij ons. Ja. Die vrouw zal nog wel een bloemetje krijgen voor jullie. Zeker, die heeft een bloemetje en nog veel meer gehad van ons. Ja, zeker. Ja.